Dag in dag uit wordt de terroriste Tanja Nijmeijer in de Nederlandse media neergezet als een ware musicalster. De Wereldomroep maakte onlangs zelfs een propagandafilm van FARC. Roeland Jonker, die maandenlang werd gegijzeld door FARC, vindt dat op zijn zachtst gezegd ongepast. Roeland, jij bent ooit gegijzeld in Colombia door de FARC. Hoe is dat gegaan? Nou ja, ik was daar in 2001 om een stage te doen naar papegaaien die op het punt stonden om uit te sterven. Er waren er nog 60 van. En ik ben op een bergtop daar waar die beesten zaten, kwamen ze mij tegen en ze hebben me meegenomen. De Wereldomroep heeft een propagandafilm gemaakt van de FARC. Waarom heeft u dat gedaan? We hebben geen propagandafilm gemaakt. Hij is gemaakt door een van onze medewerkers. Nou, Tanja is een beetje veel op de televisie. Het is natuurlijk interessant dat daar iemand zit. Maar meer dan die melding hoeft niet te zijn. En wat er onlangs is uitgezonden is gewoon 40 minuten lang propaganda geweest van de FARC. En daar kunnen we zo mee zonder. En mensen als Mohammed B. die krijgen ook geen 40 minuten zendtijd om even hun zegje te doen op de Nederlands beeldbuis. Voor noodgevallen, entonces. Entonces. Hebben we hier een soort van schuilkelder. Deze jongen die ik gesproken heb, die zegt, ik vind het een heel akelig gevoel dat ik dit nu zo zie. He, dat iemand die daar in zo'n kamp zit, dat hij zo wordt, als een heldin wordt neergezet. Ja, maar ze wordt niet als een heldin neergezet. Maar zo ervaart hij dat, omdat hij daar gezeten heeft en hij weet hoe het leven daar echt is. De hele film staat gewoon in scène. Sowieso de kleding die ze aan heeft, die heeft normaal vaak meisje, heeft dat niet aan. Die heeft gewoon een t-shirtje aan, misschien een camouflagebroek. Bovendien heeft ze een M16 vast, dat is alleen de hogere commandanten hebben die dingen. De jongens en meisjes hebben een AK-64 of een pistool. Wat ze zegt in de dagboeken, wat er redelijk haar eigen idee zou moeten zijn, is er niet helemaal in overeenstemming met wat er in de film wordt gezegd. Ja, maar ik heb ook wel heel andere meningen gehoord. Dus deze jongen mag zijn mening hebben. Zijn mening is wel de allerbelangrijkste zo'n beetje van allemaal. Want hij heeft er als enige van ons allemaal gezeten. Ja, dat kunt u vinden, maar ik vind dat niet. Maar legt u dat eens uit? Dat is toch eigenlijk een vreemde opmerking? Ja, maar legt u nou eens uit waarom u vindt dat zijn mening de belangrijkste is? Dat zeg ik net, omdat hij daar echt gezeten heeft. Hij is echt onderdeel geweest van dat kamp. En niet met een camera. Ja. Hij is echt gegijzeld. En ik heb hier een hele Latijns-Amerikaanse redactie achter me zitten. Vindt u meer waard? Ja, dat vind ik meer waard. Tanja is een terroriste. En niet meer en niet minder dan dat. En net als alle andere FARC-strijders zou het mooi zijn als ze verdween.